Na de bouwvakkers, de leerkrachten, de acteurs van thuis en de studenten is het nu ook voor de Vlaamse parlementairen zover. De vakantie is voorbij. Al hebben velen dat nog niet helemaal begrepen, getuigen het collectief gekakel tijdens de septemberverklaring van Chris Peters. Ongehoord weten ervaren leerkrachten, want half rond of klaslokaal, wanneer de meester spreekt, geldt één ijzeren regel. Luisteren, zien en zwijgen. Nu, wat er gebeurt in het parlement zou ik eigenlijk zover niet laten komen. Het zou bij mij zeker niet waar zijn eigenlijk. Zeker en vast, daar zou ik zeker op ingrijpen, alleszins. Ik denk dat het er echt goed op neerkomt van te weten wie dat er zit. En proberen van daarop te spelen dat je ze echt op die manier, dat je weet van kijk, die groep van parlementairen of van leerlingen kan ik op die manier bij de les houden en dat je dat echt gaat zoeken. Als voorzitter, als leider, als leraar moet je dus proberen daar een mouw aan te passen. Dat kan met de kwinkslag als u nog verstaan. En als u niet verstaan, ja, moet je naar andere middelen proberen te grijpen. Bij slapers, als er leerlingen echt aan het slapen zijn, dan durf ik wel al eens muisstil door de klas te gaan en dan zo heel hard aan die bank schudden en dan schieten ze wakker. In verband met dat wegdromen en zo, dat kan effectief in het midden van de zin zo van Jan, en die schrikt wel even op en ja, die is er terug bij. Hè. Als je dus dat met een heel flauw, febel stemmetje zegt, dat gaat niet door, dan dat wekt even... Ja, evenveel een naverigse reactie. Ik heb ook nog mijn levenslange regel bij, en dat is een dia. Dat is gewoon van zo'n heel hard geluid. Of eens eventueel gewoon eens laten vallen. Dat is ergens van... De eerste gsm die ik in de klas hoorde, ik stond juist naast zijn boekentas, ik heb die eruit genomen en ontregeld. Hoe dat ik die ontregeld heb, dat weet ik niet, maar ik heb op alle knopjes geduwd en het kastje werkte niet meer. Als ze met die ontprutsen zijn, dat wordt gewoon heel dikwijls, zeker als dat niks met mijn les te maken heeft, wordt dat dikwijls in beslag genomen. Bijvoorbeeld, we hebben hier zo'n verzameling liggen van allerlei soorten deo's. Volgende tuin. Als er een groepje leerlingen echt langdurig aan het praten is en nou ook na een aantal opmerkingen echt nog altijd blijft voorpraten, dan gebeurt het wel eens dat ik gewoon ga zitten op mijn stoel en even gewoon zwijg. Als de leerlingen bleven babbelen over hun evenementen en wat ze beleefd hadden, dan nam ik gewoon een fluitje tevoorschijn als verrassingseffect. En ik ging dan een keer goed op blazen. Hè. En dan was het even stil, een minuutje of twee. Hè. Dan gaat lang de intensiteit van het fluiten. Je hoort dat nazinderen. Hè. Dat zit in je oren een tijdje. Hè. En dat doet even bezinken. Komt het ooit nog goed met het parlement? Ik denk het wel, maar ook heel veel hangt af van wie voor het parlement staat. En een goede leraar zit daar zeker op zijn plaats.